Om dit samen te dansen. Ja, is vet. Is echt een hele toffe choreo. En ja, we konden allebei gewoon dingen laten zien en dat was gewoon fijn. Hoe was het voor jou? Ja, ik vond het echt nice om te doen. Het is echt leuk om te doen dit. Het zag er ook enorm leuk uit. Niet waar, Dan? Yeah, nice job. Laurent asked a lot from you guys. In this, he asked you guys to be sort of soft and smooth and really technical in certain sections, but then he asked you to be athletic and powerful. And I think you guys met all of those challenges. All the tricks you did and everything were so great. You both jump so well, so high. It's great to see two guys on stage together because you can see all that power and even some partnering, which, you know, you don't see two guys partnering each other like that all that often. But I think you guys did a really good job with it. Yeah, overall, I think great choreography, great piece. I think you guys showed every side of yourself there. It was really, really nice. Ish. Yes. Ja, mee eens met Dan. Ik vind je allebei geweldig. Giovanni, daarnet zei Dan het over jou. Je evolutie is heel mooi om te zien. Als ik jullie naast elkaar zie, dan ga ik wel vergelijken uiteindelijk. Want iemand moet winnen en ik moet de info doorgeven aan de mensen van wie dat ik denk dat het beste was. En ik moet zeggen, Giovanni, ik vond je geweldig, maar Danny, man. Danny, my man. Alleen je stijl al, ik vind je stijl geweldig. De manier waarop, maar ook op de technische aspecten, die draaien altijd langer, mooier balans. Je dans groter, je armen, je hebt lange ledematen en je kan er toch voor zorgen dat je altijd proper danst, mooi danst, binnenin de structuur van de choreografie danst. Maar man, Danny, wat jij doet is gewoon ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Supergoed gedanst. Jan. Ja, ik ben gewoon heel trots. Ik ben echt heel trots, weet je. Ik zag jullie vorige week na de show, toen zei ik, ja, twee technische dansers in de finale, weet je. Ik vond het fantastisch tof en ik heb jullie zien werken en toen was het al tof na één repetitie. En toen zeiden jullie van, ja, we gaan het denk ik zo aanpakken dat het niet echt een battle wordt, dat het kameraadschap wordt. En dat was goed, jongens, weet je. Jullie waren hier twee vrienden op het toneel en jullie hebben het best in elkaar naar boven gehaald. En ik ben echt, ik zeg het nog een keer, ik ben gewoon trots, weet je. Twee jongens die laten zien hoe tof technische dans kan zijn. Waanzinnig goed gedaan, allebei.